Maandag 8 april tijdens de thuiswedstrijd van Jong Vitesse is de nieuwe trainingsaccommodatie van Vitesse in Papendal officieel in gebruik genomen. De wedstrijd tegen Jong NAC Breda begon om 6:30. De accommodatie ging maandagmiddag om 5:00 al voor iedereen open. Begin van de middag was er voor de pers en de genodigden het officiële moment. Vitesse bepaalt het humeur van veel Arnhemmers. Vitesse is de club waar honderden vrijwilligers zich dag in dag uit inzetten om jongere spelers te helpen. Om te scouten op amateurvelden in de wijde omgeving en om alles te doen wat maar nodig is om de club te laten draaien. Vitesse is de plaats waar ondernemers uit de wijde omgeving elkaar treffen in de businessclub. Vitesse is de club die via haar sociaal-maatschappelijke projecten ongelooflijk veel betekent voor vooral jongeren in de samenleving die een extra zetje nodig hebben. Scoren voor gezondheid, scoren door scholing, playing voor succes, Street League, noem maar op. En die daar ongekend goede resultaten mee bereikt. Voor Geesing Weusden Architecten was dit een totaalopdracht. Zowel ontwerp, technische uitwerking, directievoering en bouwtoezicht zijn door ons bureau verzorgd. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor de budgetbewaking. Dat ging heel ver. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook het interieur, de terreinrichting, de nieuwe sportvelden met veldverwarming tot aan de koffiekopjes aan toe. We zijn best wel trots dat we dit hebben kunnen realiseren binnen de gestelde financiële kaders. Ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om iedereen die bij dit plan betrokken is geweest te bedanken. In het bijzonder Vitesse, voor het vertrouwen in ons bureau. Met de professionele inbreng en besluitvaardigheid van Vitesse hebben we vorm kunnen geven aan dit complexe project. Daarnaast wil ik de leden van het bouwteam bedanken. Met name aannemersbedrijf VWZOM Verkerk en installatiebedrijf Kuipers. Er is een enorme prestatie neergezet en binnen een tijdspad van exact 1 jaar een dergelijk complex te realiseren. Ik denk dat ik namens het bouwteam kan stellen dat ondanks de druk iedereen met veel plezier aan dit bijzondere project heeft gewerkt. Marco, daar staan we dan. Hele nieuwe trainingsaccommodatie. Daar ga je nog zeker 3-4 jaar van genieten. Hoe leeft dit in de spelersgroep? Hebben jullie het hierover van mooi? Hoe belangrijk is een eigen thuis in je trainingsgebeuren? Ja, heel belangrijk natuurlijk. We waren natuurlijk de slang gewend. Ja, daar zag het er allemaal een beetje heel oud uit. En ja, hier hebben we een hele mooie faciliteit en daar maakt het team ook goed gebruik van. Als je nou naar de jeugd kijkt, hè, wat voor indruk, want er zijn natuurlijk spelers, zoveel jeugdspelers worden gescout in Nederland. Omdat dat het belangrijkste is voor de toekomst. Omdat er heel veel spelers niet gehaald kunnen worden door de financiële verplichtingen die daar tegenover staan. Hoe belangrijk is dit voor het uiteindelijk maken van een keuze voor de club waar je naartoe wil gaan? Ja, heel belangrijk natuurlijk. De laatste jaren zie je toch dat er vanuit de jeugd elke keer een speler doorstroomt naar het eerste. En daar is Vitesse ook voor. Het is toch een opleidingsclub die elk jaar talenten voortbrengt naar het eerste. Dus dat moet wel doorgezet worden. Met de opening van deze nieuwe accommodatie gaat een jarenlange wens in vervulling. Ja, over enige tientallen jaren zal blijken hoe historisch het is geweest. Dat is moeilijk altijd van tevoren te zeggen. Maar wat ik wel weet, de eerste officiële handeling om te komen tot het trainingsgebouw. En dan naderhand tot het trainingscomplex met de velden erbij die verwarmd worden. Een fantastisch complex. En willen wij de ambities die we uitgesproken hebben ooit waarmaken, dan is dit nodig. En Merab Jordania die onderschreef meteen onze wens om een mooie trainingsaccommodatie neer te zetten. En hij heeft ook gezegd, ik stel daar de middelen voor beschikbaar. Ja, Vitesse beweegt en ontwikkelt zich op alle fronten. Om de ambities te verwezenlijken is dit stabiele fundament de basis. Met deze nieuwe accommodatie is het fundament gelegd en wordt er een stap gezet richting de toekomst. Het gebouw herbergt naast de selectie ook de vele talenten van de academie. Daarom wordt het gebouw ook geopend op een wedstrijddag van de belofte van Vitesse. Hij is
In juni organiseert Vitesse speciale tours voor supporters, waarbij je een kijkje achter de schermen krijgt. Binnenkort start de inschrijving voor deze rondleidingen. Hou vitesse.nl in de gaten voor de allerlaatste informatie.